Dit is N24actueel.nl. Go! Hartstikke idee, dames en heren. En hiermee is de Radio 8 FM Bikini Car Wash 2013 geopend in Tilburg. Ja, het was echt een enorme happening eigenlijk. We hebben natuurlijk al een aantal weken zijn we er al mee bezig geweest. En ook allerlei spots op de radio. En vanaf 9 uur zou het starten. Ik was rond 7:15 was ik er al. En er stonden al ik weet niet hoeveel auto's. En ja, het was gewoon echt een gigantisch gebeuren. En ja, zoveel mensen en zoveel publiciteit. Mooie vrouwen, daar ging het natuurlijk om. Om 4 hele mooie vrouwen in bikini. Ik heb het zelf met kleding aan gepresenteerd. Toch wel? Ja, toch wel. Toch een heel klein beetje die klasse er proberen erin te houden. Ik moet blijven presenteren namelijk. Maar ja, het was echt grandioos. We zijn als radiostation eigenlijk altijd bezig om het zoeken naar manieren om interactiviteit te hebben met de luisteraar. En om onder de aandacht te komen. Want ja, je maakt leuke radio, maar je wil het ook naar buiten laten zien. En nou, toen zijn we dus bezig geweest met een van onze adverteerders. Van ja, wat kunnen we nog voor elkaar doen? Hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat mensen op een leuke manier in contact komen met Radio FM en met Texaco? Ja, en daaruit hebben we samen bedacht van nou, we gaan gewoon 2 dagen lang een bikini car wash doen. En dan gaan we proberen zoveel mogelijk mensen naar Tilburg te krijgen en door de car wash heen te krijgen. Op die manier om op een leuke, ludieke manier onder aandacht te komen. De mensen die hangen gewoon echt uit die wagens. Die zijn gewoon helemaal niet bang om een borstel in het gezicht te krijgen. Want ze willen echt alles zien. Het zijn zo'n ontzettend mooie vrouwen. En dan er kwamen ook opmerkingen van mannen dat ze het raampje open deden. Dat ze vroegen van, kan het misschien nog iets bloter? En hoeveel moeten wij daarvoor betalen? Werd met een lach gedaan. Dus dan kan ik de grappen wel van inzien. Ja, en inderdaad ook die mannen, wat ik zei, met die brillen die half op het gezicht stonden, omdat ze gewoon helemaal ze waren helemaal in de 7e hemel van wauw, ja, ik denk dat de vrouw dat thuis misschien niet doet op zaterdag overdag. Maar dat deden die vrouwen daar wel en dat deden ze echt, echt waar, echt super. Ik kan me voorstellen dat de mannen in Den Bosch bijvoorbeeld jaloers zijn op de mannen in Tilburg. Ja, dat kan ik me goed voorstellen als ik die dames gezien heb. Nou, we hebben deze actie echt met Texaco Tilburg samen ontwikkeld. Maar denk je niet dat Texaco Den Bosch zullen zeggen van nou, wij willen ook wel eens iets organiseren zo op deze manier? Nou, die lijntjes gooi ik heel graag uit. En wie weet wat we de komende keer allemaal kunnen doen. Nou, ten eerste moet je hier zeker naartoe komen voor die 4 bloedmooie vrouwen die hier staan. Het is iets anders dan normaal zo'n studentje in een rubber vispak hier je auto staat te poetsen. Ik kan me ook voorstellen dat het andere geslacht ook een keer aan de beurt zou moeten komen. Nou, daar heb ik ook nog wel iets over gezegd. Ik zeg nou, wij willen dat als vrouw zijn, in ieder geval ik spreek nou even voor mezelf. Ik zou het leuk vinden als er een keer een hele grote, misschien een hele gespierde man een keer mijn ruit een keer wil wassen. En ik denk dat ik niet de enige ben die dat zou willen. En misschien dat daar nog wel iets mee wordt gedaan. Ja, nou dat is een van de goede ideeën die we naar aanleiding van deze keer meenemen voor een eventuele volgende keer. Ik kan geen toezeggingen doen, maar ik vind het een leuk idee. Vervolg, ja of nee? Ja, absoluut. Hier moet een vervolg van komen. Dit is echt gewoon grandioos geweest. Ik geniet nog steeds en ik lach er nog steeds om. Voor ons geldt in ieder geval dat dit heel erg succesvol was. En dat we daarom gewoon echt gaan kijken naar een vervolg. Smaak naar meer, begrijp ik dus uit jouw woorden. Absoluut, absoluut. Meer nieuws. Meer video's. 24 uur per dag. N24actueel.nl